Ik overwoog al eerder om zonnepanelen aan te schaffen. Maar ik gebruik zo verschrikkelijk weinig energie. Ik doe de lichten uit achter me. Nou ja, ik gebruik die wasdroger en die vaatwasser ten nauwe nood. Dat zijn natuurlijk elektriciteitsslurpers. Ik ga dus niet zo laat naar bed, dus de lampen gaan ook eerder uit. Toen had een kennis van mij gezegd van ja, maar waarom sluit je je dan niet aan bij een collectief? Nou, ik op zoek naar een collectief en ik kwam dus uit bij windenergie. En ik krijg dus nu stroom via een collectief. De buren gaan ook zonnecollectoren erop zetten. Ik denk, nou, ik zal het toch nog eens onderzoeken. Ja, nou. Als je dus zo weinig energie gebruikt, dan hou je dus zonne-energie over. En wat ga je dan doen? Dan ga je terugleveren aan windenergie. Ja, dat is ook een goeie. Dus ik die organisatie die bellen van die windenergie. Nou, die vraag die was er nog nooit gesteld. Ja, ik zei, ja, daar zit ik nou toch even over te denken. Dan ga ik dat terugleveren aan jullie. Ja, maar wij leveren aan het net. Ja, oké, goed, dat mogen zo zijn. Maar ja, dan lever ik het ook terug aan het net. En ik heb al, dus, nou, geen zonne-energie, geen zonnepanelen. Maar goed, dat zijn allemaal van die gekke dingen waar niemand bij stilstaat.